Ik vind video's starten echt het ingewikkeldste wat er is. Dus dat was het. Dat was de start van de video. Goedemorgen Glamour. Ik ben Julia Tan en ik neem jullie 24 uur mee in mijn leven. Ik ga vandaag best wel veel doen. Ik ben nu nog in Antwerpen en dan ga ik nu naar Nederland samen met mijn vader. En dan ga ik daarna naar Hilversum. Omdat ik daar opnames heb voor Universal. Nee, dat is trouwens gelogen. Ik ga eerst naar Amsterdam en daarna naar Hilversum. Want in Amsterdam is mijn vriend Sean. En dan gaan we daar samen heen naar Hilversum. En dan ga ik in de avond iets doen met vriendinnen. En kijk wie er binnenkomt. Wat? Oh. Hi. Hallo. Dit is voor Glamour, pap. Ik ben aan het vloggen. Voor Glamour? Het blad Glamour? Ja. Oké. Okay. Ze hebben ook YouTube. Hebben ze YouTube? Ja. Zo, Glamour. Knap. Oeh. Nou, wij gaan nu naar Nederland. Neem jullie mee. Doeg. Oké, we hebben even een tussenstop dus gemaakt. De auto moest even opladen. En nu gaan we even wat eten, want dat hebben we nog niet gedaan. Ja! Ik heb honger. Ik heb trek. Oh ja, ik heb trek. Sorry. En ik heb zin in koffie. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Oeh. Ik heb keuzestress. Ik zie het. Keuzestress. Papa wil iets ongezonds, denk ik. Ja, ik wil echt iets ongezonds eten. Ik twijfel tussen een soort appeltaart met warme saus. Dat is echt 9 uur 's ochtends. 8:55. Of een gezond broodje. Mm-hmm. Zoals, wat voor broodje wil je? Ja, dat bedoel ik. Mijn probleem op dit moment is een beetje dat ik zeg maar niet zo goed tegen melkproducten kan. En ik ben vegetarisch. Ik ben toch voor zeg maar geen melk gegaan. Papa heeft ook een keuze gemaakt. Wauw. Ik heb een appel, hè. Nou, mijn vader zit alweer in de auto. Ik heb even spallozen en nootjes gehaald, omdat ik daar gewoon zin in had. En dan gaan we nu weer doorrijden. In de auto heb ik dus niet zo heel veel gevlogd, want ik ben in slaap gevallen. Maar mijn vader heeft me nu net afgezet bij een treinstation in Bilthoven. En nu ga ik naar Amsterdam. Sean, dat is mijn vriend. Dan gaan we even denk ik chillen of ik moet even huiswerk doen wel nog. Misschien, als ik er nog tijd voor heb nu. In ieder geval, dan gaan we later dus naar Hilversum met z'n tweeën. Jeetje op de wind. En dan, nou, dat zie je zo wel. Die bel is tering hard. Wachtte je tot ik ging aanbellen? Nee, ik was dat sleutel aan het zoeken. Oh. Nou, ik ben nu dus in het huis. Het is niet Sean's huis. Sean die past nu op het huis van Britt en Stefan. Dat zijn twee vrienden van ons. Ik ga zo even mijn make-up doen. Want huiswerk gaat nu heel eventjes niet lukken. Omdat ik mijn computer oplader ben vergeten. En het moet op mijn computer. Vet handig. In andere afleveringen, aparte afleveringen. We zijn er. En het is dus echt een play. Zo van, haha, playlist. Bedoemd woordgrapjes. Oké, Sean die gaat eerst. Ben je ready? Ja hoor, ik ben altijd ready. Yes! Oh, zo lijkt het echt alsof je in de wc zit. Ja, het is net zo'n Ikea. Ja, inderdaad. Oh, ik dacht dat dit oprecht tegels waren. Ja, chill. Het is geschilderd. Wie heeft dit geschilderd dan? Ja, hebben jullie dit geschilderd? Allemaal vragen op. En die worden dan zo meteen in zulke propjes naar Sean gegooid, hey, daar op de wc. Welkom bij Playlist. Oh, hij is even aan het oefenen hoor, de Hallo. Intro. Nou, in ieder geval, dat gaat dus zo meteen ook bij mij gebeuren. Wow. En nu moet ik hier wachten totdat ik aan de beurt ben. Sorry, ik ga nu mijn bek houden. Stilte op set. Nou, Sean is net geweest en nu mag ik op de play gaan zitten. Nou, zo ziet het er vanaf hier uit. Bukken, niet te veel. Ah! Ik ben Julia en dit is
is mijn playlist. Maar nou even de bril af. Ja, dat ging heel goed. Ik hoor valt uit elkaar. Wacht, ik heb denk ik jouw lengte nodig. Ik ben hier te kort. Ik ga het doen. Maar nou, ik ben net geweest. Ja, dit is trouwens Liz. Lisanne, dat is mijn manager. Denk het goed? Top. Ik heb gezongen. Wacht, ik ga het laten zien. Kijk. Dit, hier moest je aan trekken. Zo. En ik heb het kapot gemaakt. Een keer. Nou, we zijn nu weer bij in de garage. En dan gaan we weer naar huis toe. Lisanne is net weggegaan. En wat ga jij doen vandaag, Sean? Eigenlijk. Ik ga vanavond. Ik ga nu even snel met jou eten. Even bedenken wat. En oh ja, ga je met mij eten? Oh, ga je alleen eten? Ik ga eten met Lianne en Lauren. Ga je mee? Oh, dat zeg je nu. Ik dacht dat we vanavond zouden eten. Cool. Nee, want ik moet even snel iets. Ik kan niet uit eten. Want ik moet vanavond ga ik de studio in. Ik kan wel voor je koken. Nee, maar jij moet... Ja. Nee, maar ik ga later pas. Dit is onze relatie in een notendop. Echt zo. Dat komt nooit van mijn kant. Dus al... Jij doet het. Jij komt er dan altijd in. Oh, maar ik moet... Oh ja. Oh ja, ik moet dit doen. Nou, dat wat ik nu ga vertellen in de vlog. Ik ga nu zometeen wat eten met vriendinnen. Met twee beste vriendinnetjes van de middelbare school. Lianne en Lauren. Daar ga ik zo meteen heen. En ik neem jullie gewoon lekker mee. En we zijn weer thuis. Ik heb ook best wel trek. Dus ik heb even wat tomaatjes. En ik ga dus niet meer koken voor Sam. Ik heb net iets besteld voor hem. Hij weet nog niet wat het is. In ieder geval gezond. Zie ik daar nou... Wow. Dat is toevallig. Oh, dat is toevallig. Oh. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, I love sparkling water. Me too, that's why I did it. Ik ben benieuwd naar je reactie. Oh, is dat met zalm? Ja. Oh, dit is echt heel lekker. Ja? Ben je blij dat ik dit heb gedaan? Ja, hier ben ik echt blij mee. Oh, hier ga ik echt... Oeh, wat is dat? Wat is dat daaronder? Dat is zeg black maar... Black spaghetti? Black spaghetti. Black spaghetti? Want... Oké, okay, nou, ik ben nu thuis bij een van mijn beste vriendinnetjes. Het is Lianne. Yo. En de ander is... Lauren! Maar, ik heb eigenlijk niet echt gekookt hier. Maar er wordt hier voor mij gekookt eigenlijk. Ja, Lauren heeft eigenlijk alles gedaan. Wij kwamen wat later, Lianne en ik. Maar ze maakt een soort van wrapjes met vegetarisch gehakt op. Ja, vertel jij het eens, Lauren. Mais, en dan vegetarisch gehakt en dan de paprika en courgette ook doorheen. Knoflook-ei, beetje season mix voor taco's. Sriracha saus, beetje... Tomatenpuree en nog wat kaas overheen. Zo, en zo dat klinkt heel uitgebreid. En kaas en of course. Ja. Nou, we waren al begonnen, maar eet smakelijk. Lekker. Nou, ik ben nu alweer thuis en ik zit samen met Sean op de bank. Ik vond het heel erg leuk dat jullie met me meekwamen vandaag. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat even een reactie achter. Like deze video en kijk ook even misschien op mijn kanaal. Want Tante Muzikaal staat ook online. Dat is mijn serie. Dus ja, ik vond het heel leuk. En goodbye glamour! Goodbye glamour. Bye! Love glamour.